Ik kan maar missen. Dit is natuurlijk geweldig. U bent eigenlijk een beetje de opa van de groep. Ik wou dat dit iedere dag was. Uw pak zit wel helemaal onder de haren. Ja, maakt niet uit. Bijna Tweede Kamerverkiezingen. En dan wil je natuurlijk weten, wie zijn die lijsttrekkers nou echt? Vandaag staat er weer één achter het glittergordijn. Spannend, hè, Malou van de redactie, wie het nou is. Heel spannend, maar ik zie hem al staan. Nou ja, goed. Deze lijsttrekker gaat het liefst 3 keer achter elkaar in de droomvlucht en is gek op katten. Hier is van de PVV Geert Wilders. Tadaa! Geert Wilders is 60 jaar en groot fan van de Efteling. Zijn partij, de Partij voor de Vrijheid, heeft een sterke mening over de islam. De PVV wil dat islamitische scholen, moskeeën en de Koran verboden worden. Geert Wilders krijgt veel te maken met haat en bedreigingen. Daarom wordt hij altijd en overal beveiligd. Daar zijn we dan. Ja. U wilde graag hier afspreken, hè? Ja, ik vind het geweldig wat mensen hier doen. Ze zijn hier gespecialiseerd in zwerfkatten. Deze mensen hier vangen die katten op. Dat zorgen voor een goed thuis. Dan vindt u dat belangrijk? Ja, vind ik superbelangrijk. Je moet katten met rust laten als ze het eten zijn. Piept een beetje. Bij een eentje? Ah, niet aaien tijdens eten, zei u net. Nee, heb je katten? Nee. U wilt een veilig thuis voor deze katten. Ja. Maar voor mensen bent u af en toe een stuk strenger. Nou, ik ben ook voor heel veel mensen heel lief, hoor. Dus, maar ik ben inderdaad ook wel soms streng voor mensen. U wilt dat er minder vluchtelingen naar Nederland komen? Nou, komen de meeste mensen... Nou, op telefoon. Oh, dat is niet de mijne. Nou. Dat zou ik absoluut willen veranderen. Dus we moeten ook streng zijn wie we in Nederland binnenlaten. Want anders gaat het ook ten koste van iedereen die hier al is. Soms worden mensen ook wel gekwetst door dingen die u zegt. Het is nooit mijn doel om mensen te kwetsen. Heeft u dan wel eens spijt van dingen die u zegt? Ik heb eigenlijk nooit spijt. Soms doet de waarheid pijn. Nee, ik kan me missen. Wat een schat. Als je wil, dan eten ze de hele dag. Dus je moet ook voorzichtig zijn met dat ze niet... Anders krijg je hele dikke katten. Ja, eentje van ons is veel te dik. Oh. 3 punten die de PVV belangrijk vindt voor kinderen. Goede en genoeg leraren voor de klas. Ontzettend belangrijk. Ervoor zorgen dat de scholen en de straten bij de scholen ook veilig zijn. Zorgen dat de ouders van de kinderen ook genoeg geld in hun portemonnee hebben, zodat de kinderen ook een beetje kunnen genieten van hun leven. Gewoon pakken? Onder de, ja, gewoon pakken. Ja, hij slaapt wel een beetje. Je nageltje. Oh. Dit is natuurlijk geweldig. Heel lief. Echt op zoek naar die vertedering. Ja. Van mij willen ze allemaal weg. Kijk dan. Daar, hè? Er zijn nu veel nieuwe lijsttrekkers. Ja. U bent eigenlijk een beetje de opa van de groep. Nou, opa in de zin van niet zozeer qua leeftijd, maar wel qua hoe lang je in de kamer zit. U heeft er zelfs een soort prijs voor gekregen. Ik heb het meegenomen. Ik ben er ook wel best trots op, hoor. Dat is voor iedereen die 25 jaar in de kamer heeft gewerkt. Dan krijg je wat ze noemen een zilveren koetsje. U heeft zelf ook 2 katten. Eentje heet Pluisje, ja. De andere heet Noortje. Noortje is gekomen toen Snoetje helaas 2 jaar geleden is overleden. Het is iets verschrikkelijks. Het gaat je door je ziel heen. Je bent heel verdrietig. We hebben haar toen gecremeerd. We hebben nu het potje met de as. We hebben iets van 5-6 potjes met de as. Oh. Hebben we in de woonkamer ergens staan. Zo'n grote kat, hoor. Nee, maar we hebben wel heel veel katten gehad. Ik heb het idee dat de katten allemaal geen zin hebben in mij. Eerst even... Oh, even handen ontsmetten. Geef ik deze van jou. Ze beginnen al te spinnen. Kijk, ze hoor je spinnen. Wat je noemt een politieke spin. Dat is een goeie. TikTok of Instagram? Instagram. Noortje of Pluisje? Allebei. Lievelingseten? Andijvie-stamppot. Wie wordt de nieuwe minister-president? Wilders. Zou u hem dan mee willen nemen, deze kat? Ja, ik kan het niet, maar ik zou het liefst doen, ja. Jullie niet? Ik zou het wel mee willen nemen, als maar ik met jou mee willen, dat is een tweede. Die willen niet mee, nee. Ik wou dat dit iedere dag was. Uw pak zit wel helemaal onder de haren. Ja, maakt niet uit. Hey.